Vigor Wuitershamme moet het na 2 speeldagen stellen met 1 puntje op 6. Daarbij dient wel gezegd dat een van de 2 tegenstanders SK Lierse was. En vandaag stond alweer een moeilijke wedstrijd op het programma tegen ex-eersteklasser Sint-Ruiden. Een van de topfavorieten voor de titel. Hamme speelt op enthousiasme en heeft zo in de eerste helft het spel in handen. Het gaat goed over en weer. De eerste goede mogelijkheid is voor Thomas de Meijer. Zijn voorzetschot gaat over. Na 25 minuten komt Sint-Ruiden opzetten. Een aanval op rechts. Afleggen naar Peter de Lorge. De uithaal nipt naast. We zijn dan 33 minuten ver wanneer Van Hifte op vrijschop Karel de Smet bedient. 1-0, meer dan verdiend. Hamme kan Sint-Ruiden in de beginfase van de tweede helft ook goed afhouden, tot scheidsrechter Norman beslist dat Chimezza foutief gestopt wordt in de 16. Strafschop dus. Cantalupi is de man van de 11 meters bij de Limburgers zonder problemen en 1-1. We zijn 20 minuten ver wanneer Sint-Ruiden op vrijschop gevaarlijk is, maar het is Tim Vlemings die zijn eigen keeper ongelukkig verslaat. 1-2. Maar de mentale weerbaarheid is groot bij de thuisploeg. Ze proberen Sint-Ruiden terug te dringen en de gelijkmaker hangt in de lucht. In de 28e minuut krijgt Kestes de bal voor de voeten geschoven. Hij knalt hem binnen, 2-2. Een verdiend gelijkspel tegen titelkandidaat STVV. Ik denk onze eerste helft zat alles heel goed in elkaar ook. Tweede helft, ja, komen we dan iets erop dat we 2 goals naar elkaar krijgen. Ik denk penalty was een lachertje, denk ik. Ik zou beelden nog eens moeten terugzien, maar ik denk niet echt dat het penalty was. En dan moet je misschien nog tevreden zijn. Ja. Als Sint-Ruiden op enthousiasme komt 1-2 voor, dat je dan toch nog dat puntje kan thuishouden. Hamme speelt volgende zondag op het veld van Beveren.